Welkom bij deze screencast voor MBR D2 OS 10 Mavericks. In deze screencast gaan we kijken naar hoofdstuk 4, welke over permissies gaat. En dan gaan we de volgende onderdelen bekijken. POSIX en ACL, permissies wijzigen en we gaan kijken hoe het zit met de permissies op de home folder. Even een klein beetje theorie vooraf. Allereerst even kijken naar POSIX. POSIX is een systeem wat in Linux en andere Unix systemen al een hele tijd gebruikt wordt. En het gaat eigenlijk uit van drie soorten gebruikers. Een bestand heeft altijd een owner, een eigenaar. Er zit altijd een groep aan een bestand verbonden of een folder. En dan hebben we nog alle andere rechten. Dus we hebben owner, group en everyone else. Je kan je voorstellen dat die rechten niet altijd voldoende zijn om alles te kunnen doen wat je wil. Zo kan je bijvoorbeeld geen twee groepen rechten geven met een POSIX-systeem. Het ACL-systeem kennen we bijvoorbeeld ook vanuit Windows. En dat is later weer ingebouwd, zodat het nu binnen OS 10 ook gebruikt kan worden. Dan gaat het ietsje anders met de rechten zoals we misschien gewend zijn. Ik heb hieronder een klein voorbeeldje. We hebben een folder en die folder, daar, die folder 1, daar zitten lees- en schrijfrechten op. Die folder bestaat uit twee documenten. Document 1 heeft ook lees- en schrijfrechten. En document 2 heeft alleen leesrechten. Wat kunnen we nu met document 1? Eigenlijk kunnen we alles met het document. Aangezien zowel de folder als het document allebei lees- en schrijfrechten heeft, kunnen we dus dit document verwijderen. We kunnen het gaan aanpassen. We kunnen het gaan hernoemen. We kunnen het openen en wijzigen. En daarna weer opslaan. Wat kunnen we met document 2? Document 2 heeft alleen leesrechten. We kunnen dit document openen. We kunnen het lezen. Als je een wijziging maakt, kan je het document niet opslaan. Want het heeft alleen leesrechten. Wat je wel zou kunnen doen, is dit document kopiëren. Op een andere plek plakken. Daar het bestand aanpassen. Dus daadwerkelijk de tekst openen. En wijzigingen maken en weer opslaan en het vervolgens in deze map terugplaatsen en het originele document 2 overschrijven. De handeling namelijk om dit bestand te vervangen door een nieuw bestand, dat is een handeling die plaatsvindt in de folder. En op de folder heb je lees- en schrijfrechten. Dus daar moet je wel even goed op letten. Laten we eens gaan kijken naar hoe dat zit met permissies. En ik wil beginnen met de user map van de admin, het account waar ik op dit moment mee ingelogd ben. Dus ik rechtsklik op die folder en we kiezen voor Get Info. Dan schrijven we deze stukje opzij. Vinden we hier onderin de optie voor Sharing and Permissions. Misschien dat het driehoekje ingeklapt is, zodat je het niet kan zien. Dan moet je het even uitklappen op deze manier. Maar op die manier kan je dus zien wat de rechten zijn. De admin, in dit geval ben ik het zelf, van mijn eigen account, heeft lees- en schrijfrechten. De staf, terwijl de standaardgroep waar alle lokale gebruikers lid van zijn, heeft leesrechten. En alle anderen, alle onbekende, anonieme gebruikers, iedereen die niet admin is en die niet in de groep staf zit, dus everyone else, heeft ook leesrechten. En dat is best, denk ik, bijzonder, omdat het wel om mijn homefolder gaat. We gaan er zo verder naar kijken. Als je dit zou willen aanpassen, moeten we allereerst een slotje hier gaan openen en zal je je moeten authenticeren met een admin account. Op dat moment kunnen we of hier een andere groep gaan kiezen door die te verwijderen, of we kunnen deze rechten gaan aanpassen. En op het moment dat het om een folder gaat, kunnen we kiezen voor tussen lees en schrijven, alleen lezen of alleen schrijven. De zogenaamde Dropbox functie. Daar komen we straks ook nog op terug. We gaan deze even sluiten en we gaan in mijn home folder kijken hoe het dan bijvoorbeeld zit met de folder Mijn Documenten. Rechtsklik, Get Info. En dan zie je dat er geen groep is, die is blijkbaar verwijderd. De admin, dat ben ik zelf, lees- en schrijfrechten. En alle anderen,
hebben geen toegang. Dus ze kunnen wel in de bovenliggende map binnenkomen, maar ze kunnen blijkbaar niet in de Documents map. Laten we dat ook eens bij afbeeldingen gaan bekijken. En dan zal je zien dat die rechten hetzelfde zijn. Read and write voor de eigenaar en geen toegang voor everyone else. De publieke map die zal echter anders zijn. Omdat de bovenliggende map toegang geeft om deze map te kunnen zien, maar niet in desktop, documents, downloads, music, pictures en applications kan komen, maar wel bijvoorbeeld in de map publieke, die is er speciaal voor gemaakt. En dan zie je dat de admin leesschrijfrechten, de groepen staff leesrechten, everyone else leesrechten. Als ik de map public ga openen, zien we hier de zogenaamde Dropbox. Een map waarin iedereen wel bestanden kan stoppen, maar ze kunnen niet lezen wat erin zit. Get info. Admin. Lezen, schrijven. Staff. Write only. Everyone else. Ook write only. Dus, om eventjes dat te laten zien aan de hand van een andere user map, ga ik naar de map van local user 2. Ik mag dus wel kijken welke folders er allemaal in zitten. Ik mag niet in al deze mappen, niet in desktop, niet in downloads, niet in pictures, maar blijkbaar dus wel in zijn publieke map. En daar hebben we een Dropbox folder. Deze folder kan ik dan weer niet openen, want ik heb geen permissies om te lezen, maar alleen om bestanden te schrijven. Dus als ik een tweede finder ga openen, en ik haal een bestand uit mijn eigen documenten, kan ik die blijkbaar wel in deze map gaan toevoegen. Ik kan er wel items instoppen, maar ik kan ze daarna niet meer lezen. Als ik doorga, verdwijnt het bestand in de Dropbox, maar ik kan er verder niks meer mee. Ik kan niet meer bekijken wat hier nu in zit. Daar heb ik geen rechten toe. We gaan eens terug naar mijn eigen folder en ik ga hier een nieuwe map maken en die noem ik Data. Wat zijn nu de standaardrechten op deze folder? In principe zouden de rechten die hier opkomen, die moeten voortkomen uit de bovenliggende map. En de bovenliggende map is de home folder map van de admin, deze folder. In users, admin map. Laten we eens gaan kijken. Rechtsklik, get info. Ik heb zelf lees- en schrijfrechten. De groep staff leesrechten. Everyone else ook leesrechten. Dus als dit een map moet zijn waar ik mijn eigen bestanden in kan plaatsen waar een ander niets mee mag, moet ik dus deze rechten op dit moment wel gaan aanpassen. Dat kunnen we doen door het slotje te openen, te authenticeren en vervolgens zeggen van deze groep staff. Die wil ik gaan verwijderen. Ik wil everyone else geen toegang verlenen. Maar misschien wil ik deze map wel toegankelijk maken voor de groep webdevelopment. Dus ik kan er ook weer een groep aan gaan toevoegen. Webdevelopment ga ik toevoegen. En die krijgen alleen leesrechten. Op dit moment heb ik dus de permissies op de folder gewijzigd. Stel dat er ook bestanden in die folder zitten die zelf de rechten wil laten overnemen. Dus ik wil de rechten doorkopiëren vanaf deze folder naar alle bestanden die erin zitten. Dan kan ik hier op het tandwieltje klikken en dan meteen kiezen voor Apply to Enclosed Items. Dan krijgen alle bestanden en alle folders die erin zitten in deze folder data dezelfde rechten en permissies als de map data zelf. Zeker weten. Toegepast. Zolang ik dit venster niet sluit, kan ik altijd nog terug naar de originele instellingen door te kiezen voor Revert Changes. Maar ik vind het een mooie oplossing op deze manier. Ik heb er een map bij waar niet iedereen in kan komen. Ik kan er zelf in lezen en schrijven. En de groep Web Development kan lezen in deze folder. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van hoofdstuk 4 over permissies.